Jorn. Oh, daar ben ik. Wat ben je aan het doen? Niks. Je weet waarom we hier zijn, toch? Weet je wel? Film, Glamourite, wij, prestatoren. Is dat? Ja, dat is nu. Oh. Hoi! Hoi! Leuk dat je kijkt. Naar de film van de Glamourite. Vanaf je bank. Ja, je, op je telefoon. Ja, of op je laptop. Op de wc. Onder de douche. Kan dat tegenwoordig? Veel plezier bij het kijken van de Glamourite! Ciao.
Goedenavond, dames en heren. En welkom bij de jubileumeditie van de Cornered Glamour Night. Wij zijn Jor. En Emma. En wij presenteren hier voor u vanavond alweer de 25e editie van de Glamour Night. Ja, u kent ons misschien al. En dat is niet alleen omdat we hier al 3 en 4 jaar onwijs vrolijk door de school heen huppelen. Maar ook omdat we eigenlijk elke podiumkans die het Cornered Gymnasium ons aanbiedt met beide handen aangrijpen. Cornered toneel. Ongewenst en dan nu ook de Glamour Night. Dames en heren, net als alle voorgaande jaren belooft het weer een fantastische show te worden. Ja, in de voorgaande jaren zaten de shows al vol met klavigers, rectoren, leerlingen en docenten. Maar vanavond hebben we ook weer een fantastische show voor u klaarstaan. Gevuld met muziek, dans, zang, cabaret, magie en talent. Van tijd tot tijd. Nou ja, goed. U zag hier net al de Wildcats, een supergrote groep schattige bruggers die voor u danste op het nummer We're All In This Together van High School Musical. En dan is het nu alweer tijd voor de tweede act van de avond. Sophie de Bruin kennen de meesten van jullie misschien wel. En dat is dan niet alleen omdat ze hier vorig jaar ook al stond met het nummer van Adele, When We Were Young. Ze stond recentelijk ook op een nieuw programma van Paul de Leeuw, Wie Steelt Mijn Show? Waar ze samen met Paul de Leeuw ook een nummer van Adele zong, To Make You Feel My Love. Wat trouwens te zien is op haar YouTube-account, Sophie de Bruin Music. Reclame, reclame, reclame. U raadt het misschien al, maar vanavond zingt ze ook een nummer van Adele voor u. Het nummer All I Ask. Het is van haar nieuwe album, 25. Ze wordt begeleid door Maarten op de piano, die u misschien ook al kent. Hij stond hier vorig jaar ook een aantal keer op de Glamour Night. En hij speelt ook al een aantal jaren in bandjes, waaronder de Unfamiliar. Dames en heren, geef ze een groot applaus. Hier zijn Maarten en Sophie met All I Ask. Give me a memory that I can use.
Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. 'Cause what if I never love again? Let this be a lesson in love. Let this be the way. Forgiveness. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory that I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. 'Cause what if I never love again? Het volgende nummer is het nummer Spring Colors, zelf gecomponeerd door Astrid. Dat is dus Spring Colors met O-U en niet alleen een O, zoals Astrid ons heel duidelijk maakte tijdens haar auditie. Ze moet haar Engelse roots natuurlijk wel nakomen. Dames en heren, geef haar een groot applaus. Hier is Astrid met Spring Colors. Thank you.
andere omgedraaid? Dat heb jij misschien gedaan. Bij welke act zijn we nu? Vond u dit nou ongemakkelijk? Wij anders wel. De volgende act is waar mogelijk nog ongemakkelijker. Fee en Marieke zingen namelijk een ongemakkelijk duet. De twee lijken wel gemaakt voor elkaar. Ze houden allebei van zingen, dansen en acteren. En ze deden allebei super vaak auditie voor de Glamour Night. Marieke 3 keer en Fee wel 8 keer. Het nummer dat ze zingen is een nummer van John Cozart en Dodie Clark. Dames en heren, geef ze een ongemakkelijk hard applaus. Hier zijn Fee en Marieke met een ongemakkelijk duet. Wij hopen dat u al lekker aan het genieten bent van de show. En het volgende nummer is een nummer van de enige echte Lady Gaga. Ja, we zijn wel heel erg blij dat Francesca en Noor hier niet in een vleesjurk staan of op hakken van 30 centimeter.
Ze worden verder begeleid door Floor op de bas, Adriaan achter de drums en Martijn Koper ook op de bas. De lerarenband doet dit jaar helaas niet mee, maar Martijn Koper shined alsnog. Voor deze act kunnen we maar één ding vragen en dat is een daverend applaus. Dames en heren, hier is B-Square met applaus. Touch, touch, A-R-T-B-O-B.
kent het verschijnsel wel. Bruggers. Ja, ze zitten op de trap met een laptop en dan spelen ze van die stomme spelletjes met hun geluid aan. Ja, ze zitten dan ook echt, echt onwijs in de weg. En dan moet je een beetje zo ongemakkelijk vragen van, hey, mag ik er langs? Sorry, sorry, sorry. En dan kijken ze echt zo aan van, huh, zit ik in de weg dan? Ja, je zit nogal in de weg. Of als ze door de gang rennen. Nog erger, ze rennen door het atrium waar we pauze hebben. Iedereen is daar, er is niet veel ruimte. Ga niet rennen jongens, doe maar niet. Wat ook iets is wat bruggers doen, wat echt super irritant is, is continu selfies en foto's van elkaar maken. Ik kijk daarnaar en ik denk echt van, nou ja, toen ik in de brugklas zat, had echt de helft van mijn klas nog niet eens een goed functionerende smartphone. En al deze kinderen ook met de nieuwste iPhones rond. Maar ja, ergens zijn bruggers ook wel weer lief. Schattig. En onwetend. En sommigen hebben zelfs talent. Deze bruggers hebben zeker talent. Ze gaan voor u een dans opvoeren die ze op de brugklasshow ook al hebben opgevoerd. Ja, de meeste leerlingen van het Cornet zouden de brugklasshow liever vergeten. Omdat, ja, zeg nou eerlijk, er waren best wel wat gênante acts daar. Maar deze dames vonden het superleuk en dachten, nou ja, hoppakee, we gaan nog een keer. En hier staan ze dan voor u. Geef ze een groot applaus. In the name of love. Matthijs noemde de volgende act Comedisch Goud. En wij hopen natuurlijk dat ze dit waar gaan maken. Eerder vanavond zag u al de Wildcats. Maar er zwemmen meer vissen in de zee dan alleen catfish. Ja, daarom wordt voor de volgende act het Cornet Gymnasium omgebouwd in het Cornet Zwembad. Zwemmen voor hoger opgeleiden. Dames en heren, geef ze een spetterend applaus. What team? Wildfish! What team? Wildfish! What team? Wildfish!
Soms heb je als ouders het geluk dat je één slim kind op de wereld weet te zetten. Soms heb je als ouders nog meer geluk en weet je zelfs twee slimme kinderen op de wereld te zetten. Maria en Emma zijn niet alleen slim, maar kunnen ook nog eens onwijs goed zingen, dansen en acteren. En zijn ook nog eens heel knap en Emma was mijn date voor het Valentijnsgala. Jongen, houd even een beetje zakelijk, hè? Oké, sorry. Ze gaan voor u vanavond een nummer zingen van Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. Whoever that may be. Ja, dames en heren, geef ze een groot applaus. Hier zijn Maria en Emma Becker met That's What's Up. Church, you be the steeple, you be the king, I'll be the people. Well, I was feeling such a mess, I thought you'd leave me behind. Well, I was feeling such a wreck, I thought you'd treat me unkind. But you helped me change my mind. I'll be the sun, you be the shining, you be the clock, I'll be the timing. When I was feeling such a mess, I thought you'd leave me behind. When I was feeling so upset, I thought the sun never shined. Then I found forever and no home waits. You've got my love to lean on, darling. That's what's up forever.
what's up. You've got my love to lean on, darling, no matter what. You'll be the book, I'll be the binding. You'll be the words, I'll be the rhyming. But I was feeling such a wreck, I thought I was losing my mind. But I was feeling such a mess, I thought the sun never shined. You'll be the bird, I'll be the feather. We'll be the best of friends forever. But I was feeling such a mess, I thought you'd leave me behind. But I was feeling such a wreck, I thought you'd treat me unkind. Then I found forever. Hey, love, we've been best friends forever. That's what's up forever. Come on, you've got my love to lean on, darling. All the days, you've got my love to lean on, darling. All the days of our days, yeah. Love, it is our shelter. Love, it is our cause. Love goes on forever. Yeah, love will lead us all. Oh, love, it is our honor. Love, it is our all. Love goes on forever. Yeah, love, it is our home. Oh, oh, that's what's up. Oh, oh, that's what's up. Brandrecht is de trompetist van onze schoolband en hij deed nog nooit eerder mee aan de Glamour Night. Maar nadat hij met een orkest een nummer van Kiteman mocht spelen, leek het hem leuk om mee te doen aan de Glamour Night. Ja, we zagen eerder vanavond al Sophie de Bruin die met Paul de Leeuw een nummer had mogen zingen. En zo had Brandrecht ook iets. Hij mocht namelijk met een van de allerbekendste trompetisten van Nederland, Erik Vloeimans. Ik zie u kijken, geen idee wie dat is, maar ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, maar goed. Zij mochten samen een nummer spelen en dat vond hij zo leuk dat hij dacht van, hey, hier staan we weer. Hij wordt begeleid door Floor op de bas, Rick op het keyboard en Adriaan achter de drums. We hopen dat u van de volgende act gaat genieten. Hier zijn Bram en Co. Thank you.
Dames en heren, we gaan terug in de tijd. Voor deze speciale avond zijn namelijk oude schoolbands van het Cornert Gymnasium teruggekomen. Ja, de eerste schoolband van deze avond speelt twee nummers voor u. Het nummer Some Kind of Wonderful en Saturday Night. Geef ze een daverend applaus. Somebody that has the same sweet loving man like mine. Can I get a witness here? Can I get a witness? 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 Come here. Some kind of wonderful. Don't you know he is some kind of wonderful? Don't you know he is some kind of wonderful? Don't you know he is some kind of wonderful? Don't you know he is some kind of wonderful? Don't you know he is some kind of wonderful? Don't you know he is? Some kind of wonderful. Some kind of
week. Prison guard son, I don't have to be anything other than a specialist son. I don't want to be anything other than the boy with two souls in one. A part of where I'm going is knowing where I'm coming from. I don't want to be anything other than what I've been, the band. Surrounded by liars everywhere I turn. I'm surrounded by imposters everywhere I turn. I'm surrounded by identity crisis everywhere I turn. Am I the only one who noticed? I can be the only one who's done. What I gotta do, who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. If you're not like this or that, you're gonna have to leave. I came from the mountain, the crust of creation. My whole situation's made from clay and stone. So now I'm telling everybody off. I don't want to be anything other than what I've been doing. I've been laid down. All I have to do is think of me and have peace of mind. I'm tired of looking around fools wondering what I gotta do or who I'm supposed to be. I don't want to be anything other than me. I wanna be. I don't know.
Cornert Gymnasium is natuurlijk de allerbeste school van Nederland. Allerbeste. En niet alleen is dat omdat zij het beste onderwijs heeft. Allerbeste. Ook omdat ze de allerbeste docenten heeft. En leukste. Ja. Maar ook omdat ze super veel leuke buitenschoolse activiteiten heeft. Om maar iets te noemen, de schoolband die u later vanavond nog zal zien. Een schoolorkest dat helaas niet meedoet aan de Glamour Night. Een schaakclub, een heuse debatclub. Ongewenst, onze toneelgroep van de school. Maar er mist iets. Mm-hmm. En dat voelden deze vijf jongens ook aan. Ja. Dus ze dachten. Ja. En plots wisten ze het. Een boyband. Het Cornert heeft nog geen boyband. Daar moet heel gauw verandering in komen, vonden deze jongens. U kent de band Doe Maar Vast wel. U weet wel. Deze heren kozen voor een alternatief op die naam. Doe maar niet. Nou heren, doe maar wel. Want alle dames in de zaal. En misschien heren. Kijk hun ogen uit. Dames en heren, hier is Doe Maar Niet met That's What Makes You Beautiful. What makes you beautiful? So good, come on, you've got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. And to the way when I look into your eyes, everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flick your hair gets me overwhelmed. The way you smile at the crowd, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Na 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 na. Na 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 na. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. The way you smile at the crowd, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. It's funny you saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. Yeah.
Britt van Loon staat al jaren bekend als de dancing queen van onze school. Wat dans betreft is zij namelijk van alle markten thuis. Ja, vorig jaar stond ze hier al met onder andere een moderne solo, maar dit jaar komt ze met iets heel anders. Ze doet een mix van hip-hop en popping. En we zullen het alvast een beetje weggeven. Britt is 24K magic als ze danst. We are in love with the shape of her. Dames en heren, hier is Britt van Loon. So the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, uh-oh. I cannot preach, uh-oh. I gotta show them how I pimp, get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me, I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Woo! Girls. What y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so bare. Mm-hmm. Look out. Mm-hmm. Everywhere I go, baby. Woo! Na deze mooie dans is het tijd voor een serieuze act. Het zal u alvast niet ontgaan zijn. We leven in een verdeeldere samenleving dan ooit. Het is een tijd van aanslagen, Donald Trump en botsingen tussen religies en culturen. In de volgende act blikken we terug op een tijd dat dit nog erger was. In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Ja, Bram Vermeulen, die in 1946 geboren werd, geloofde in zogenoemde reïncarnatie. Voor degenen onder u die niet weten wat dat is, reïncarnatie is dat als je gelooft dat je, als je sterft, terugkomt als iets of iemand anders. Bram geloofde dat hij in zijn vorige leven een Waalse officier was. In het volgende nummer, dat Max de Groot Parlando zou voordragen, nemen wij een kijkje in zijn vorige leven in de oorlog. Max de Groot wordt begeleid door meneer Koper, meneer Koster, Michael en mevrouw Lumajeng. Tijdens het nummer worden er beelden getoond van de Eerste Wereldoorlog. Het filmpje is in elkaar gezet door de zoon van meneer De Groot. Dames en heren, geef een groot applaus voor deze indrukwekkende act. Thank you.
En in wat eens een loopgraaf was, nu een modderplas. Wie het lijk van een soldaat nog het enige hou vast. En rechtop tegen de wand, een kameraad. Beide benen zijn verdwenen, de dood in zijn gelaat. En alleen de rug nog zichtbaar, naast het smal bankier. Geduwd, niet uitgegleden, de officier. En er schreeuwt er een voluit, als hij de armen uitgespreid, de volle laag ontvangt. Het einde van zijn strijd. En het lichaam van een man hangt in het prikkeldraad. Geraakt onder zijn helm, gezicht zonder gelaat. Vertel van die verschrikking, maar niet aan mij. Ik hoef niet meer te weten, ik was erbij. En tegenover elkaar, twee mannen in het veld. Wie het eerst steekt, die leeft, maar allebei sowieso een held. En 's nachts hoor je ze zingen, vanuit de loopgraaf aan de overkant. Zo klinken dus de stemmen van de vijand. En doodstil op zijn rug, bedekt onder een vlag, de man zonder benen, die naar huis toe mag. Vertel van die verschrikking, maar niet aan mij. Ik hoef niet meer te weten, ik was erbij. En in de stad viert de soldaat het feest, dat hij het heeft gehaald. Terwijl in alle bedden van de stad, voor de liefde wordt betaald. En veilig, verder in de hoofdstad, met het wijnglas in de hand, toosten de hooggehoede heren op volk en vaderland. Vertel maar van die leugen, maar niet aan mij. Ik hoef niet meer te weten, ik was erbij. Ik vond daar mijn dood. En hoewel vergeten gegaan, geeft het als precies kompas in deze keer bestaan mijn richting aan. Dames en heren, na deze indrukwekkende act is het tijd voor wat Magictainment. Magic Mike en Tovertouw, a.k.a. meneer Kleimey en mevrouw Wing, hebben ondertussen al een hele reputatie opgezet met hun voorgaande act. Ja, nu moeten we toch even dat meneer Kleimey nog niet echt zo hot is als Magic Mike. Tijdens de Ardennenreis vonden de docenten die meegingen het namelijk nodig om de hele reis zonder shirt te lopen. Omdat het zo warm was. Dat was niet nodig. Maar ja, ondanks dat stonden wij toch in vuur en vlam voor deze act. Het nieuws dat ze dit jaar weer mee gingen doen, ging als een lopend vuurtje door de school. En Emma, ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat dit een fantastische act wordt. Dit is helaas de laatste keer dat u Magic Mike en Tovertouw als duo hier op het podium zult zien staan. Mevrouw Wing gaat helaas na de meivakantie verhuizen. We weten het, de tranen brandden ook in onze ogen toen we het nieuws hoorden. Haar vurige passie voor het vak zal erg gemist worden op deze school. Dames en heren, hier zijn ze nog één keer voor u, voor de laatste keer. Geef ze een magisch applaus. Hier zijn Magic Mike en Tovertouw. Kom eens, o rectorlijke hoogheid. Ga maar staan. Eindelijk kan ik een keertje de bevelen uitdelen. Deze even vasthouden. Zo ja. Applausje voor de rector!
Je mag hem houvast aandenken. Dames en heren, dat is natuurlijk ook wel fijn om een keertje zonder al het geoude hoer van mij te beginnen. Maar helaas, dat is nu voorbij. Want ten eerste komt er iemand bij, ten tweede gaan we gewoon weer verder praten. Dames en heren, ik doe dit natuurlijk niet alleen. Tovertouw! Welkom bij inderdaad mijn laatste Glamour Night, maar we gaan er weer een feest van maken. We zijn meteen begonnen met een van de simpelste en eenvoudigste trucjes. Je ziet een zakdoek en dan is hij weg. Dan volgen de glitters en alles wordt beter met glitters. Zelfs aardeskunde. Engels! Ho, geen grote mond hier hè. Maar, het gaat er helemaal nergens over, maar deze keer dachten we nou, pak het even serieus aan. Een truc met meer inhoud, revolutionair, we schoppen tegen het systeem. Maar ja. In de magie kan dat, want het is afhankelijk van de attributen hoe je dan de truc gaat doen. En we gaan dus een andere truc doen. Er komt als het goed is Magic Mike zo de attributen brengen, maar dan gaan we de zakdoek vervangen door een setje schoolregels. Ja, en nou, misschien moeten we ook nog iets anders gebruiken dan een zakdoektouw. Wat denk je dan? Zullen we de schoolvlag gaan verbranden? De schoolvlag gaan branden? Oh, the roof is on fire. Homa. Je kan wel horen wie er hier geen baan meer te verliezen heeft. Nee, we gaan de schoolvlag verbranden en dat is omdat, ja, je kan, zoals Tovertaal zei, het alles hangt af van de context. Dus als wij nou iets gebruiken wat staat voor 100% voor alle waarden waar wij op deze school voor staan, dan is dat wel de schoolvlag. En ja, dat is natuurlijk wel gaaf om die in de fik te steken. Dus misschien dat ik op dit moment ook even erop moet wijzen dat de nooduitgangen daarachter zijn en hiervoor. En als het echt misgaat, dan spijt Michael je helemaal onder. Ja. Toch, Michael? Ja. Hey, Tau, zullen we de vlag strijken? Ja, hallo. Waarom wordt de vrouw weer meteen aan het strijken gezet? Ja, oké, ik help wel. Okay, en nou dan moet ik altijd minimaal één vrouw onvriendelijke grap in. Ik wacht even tot die beneden is. Zo. Goed zo. Heeft Michael toch weer mooi gedaan, hè? Ja. Zo! Doe je goed, man. Ik kan zoveel. Ja, soms hoor. Nou, bedankt voor het lenen, Marco. Ja. Heb je al spijt? Ja. Het is de echte schoolvlag, hè? Je ziet hem alleen maar met de open dag, maar goed. Ja. Of andere belangrijke dagen. Die is net geweest, die open dag. Die is net geweest. Ja. Nou, dan heeft hij genoeg tijd om een nieuwe te bestellen, met je Mike. Precies. Andersom. Nee, sorry. Super vlambaar materiaal, hè? Nou, vertel eens, wat staat er op de vlag? Ja, fun facts over de vlag. Er staat natuurlijk het logo op en Dirk Volkerts van Kornhert. Wiens grootste prestatie was dat hij in Gouda is doodgegaan. Dus de man van de... Niet het enige. Ja, hij werd overal uitgekotst omdat hij voor hele gekke dingen was als vrijheid van consciëntie en zo. Oh, dat soort dingen. Zo. Nou, doe je weer goed, man. Ja, dat is een mooie gevouwen dan gisteren. Zo. Zo. Okay. Speciaal voor jullie, jongens. Nou jongens, dat is één van de attributen. De zakdoek, in dit geval de schoolvlag. Maar Magic Mike had nog meer attributen. Had ook nog een toverstaf en een vel papier. En dat velletje papier gaan we eigenlijk vervangen door een nou, oorspronkelijke, maar geprinte editie van de schoolregels. Zal ik er eentje voorlezen? Nou, doe eens. Wat doen we hier op school? Nou, er staat hier bijvoorbeeld, je brengt elkaar niet in gevaar en bent voorzichtig met elkaar spullen. Sorry meneer Heusleger, daar gaat-ie. Super lief dat dit allemaal mag. Ja, en het idee is dus eigenlijk een beetje dat de integriteit van deze regels, dat die dan beschermend is voor de waarden van de vrijheid van consciëntie van de vlag. Je hoort het al, dat is een hele diepe statement of een beetje gelul, klein mee. Voor de truc is het mooiste als we dat eerst aanhouden. Oké, doen we dat met z'n allen, houden we dat gewoon aan. Even mooi oprollen. Het zijn hele stugge regels dicht, weinig flexibel. Het is ook heel moeilijk om aan te houden. Dus, ja. Een paar docenten het hardste lachen, hoorde je dat ook? Ja, ik hoor het ook, vooral die manier hiervoorin. Maar nou, we doen de vlag er maar in de beschermende gerepresenteerde regels. Ja. En om te laten zien wat de kracht van woorden op papier is. Ja. Ik heb hier aanmaakpapier, dan fikt het allemaal wat beter. Oh, rustig aan, hè? Anders wordt het weer ongewenst all over again.
evacueren en dat soort dingen. Het is op dieren getest, hè, Tau? Op dieren getest, jongens. Dus het komt wel goed. Alles komt en goed. En we hebben Michael met de brandblusser. Ja, zo. Maar ik vind wel dat hij zijn brandweerman-outfit aan moet doen. Ja. Nou, dan steek het maar in de hens, jongens. Komt-ie. En zo is de vlag verdwenen. Maar hey. De regels, die blijven. En u vraagt zich natuurlijk nu af, hebben ze nou echt de schoolvlag verbrand? Wat is nou eigenlijk de diepere betekenis achter deze truc? Komt er nog een konijn uit een hoge hoed of een roostermaker in een roze jurk? Je weet het niet, je weet het niet. Ja, nee, ja, alles wat we op tv zien of op dit podium is nep. Verstoorde werkelijkheid. Maar wij zijn er om u mee te nemen in die chaos van leugens en werkelijkheid. En we zijn daarin volledig transparant. We gaan het natuurlijk weer uitleggen. Dankzij deze transparantie gaan we u helpen met de leugens van de werkelijkheid te onderscheiden. Ja. Kan wel toch, maar de truc was wel cooler met de schoolregels. Dat is waar, maar dit is wel ongeveer hoe iedereen zich eraan houdt. Oké, nou. Ik rol hem weer op. Hij gaat vast even de vlag vasthouden. Oké, goed zo, jongen. Hoe komt hij daar nou? Net magie. Magisch zijn wij. Deze rolt ook al zo lastig. Het is weer te flexibel, dit. Je gaat lekker, hè, vandaag? Ik ga superlekker. Goed, en zo hebben we dus weer de regels. Nou ja, het omhulsel, de vlag. Die stoppen we erin. Geef ik weer aan Tovertouw. Pak ik het aanmaakpapier. Want het gaat natuurlijk weer gewoon in de fik. En dan stoppen wij dat hierin. Zo. Oh ja, lager. Ja, dit is lekker. Ja. Hè? Hij zit er al lang in, hè, mensen. Maar het is mijn laatste kans. Kan niet nog eens, hè? Nee. Nou ja, daar gaat hij dan weer. Dat is te ver, hè? Dat kan ik niet. Korte Aziatische armpjes. Ja, ook dat nog eens. Kort in alles, hè? Zo, had je idee. Dit was... Rustig, Michael. Alles oké. Okay. Ja, nou ja, dat is nog niet alles, maar dankjewel, Michael. Maar ja, de ultieme transparantie is natuurlijk de vlag verbranden zonder attributen. En dan gaan we dat samen doen met het schoollied zoals elke leerling hier zijn of haar schoolcarrière eindigt. Maar u moet goed begrijpen, we hebben auditie gedaan voor goochelen, want we kunnen niet zingen, we kunnen niet dansen, lesgeven, dat kunnen we wel. Dus, aardrijkskunde. Ja, ik kan ook een beetje Engels eigenlijk. Neem het ons niet kwalijk, maar we gaan het voordragen in plaats van zingen. Vind je dat goed? Ja. Nou, daar gaan we dan. Amamus omnes artes nos, et omnia quae musarum dos, nos omnes sumus socii, quae et qui, michemus. Ho, ho! Oh. Dat is zo jammer. Goed gedaan, Michael. Moet ik hem alsnog wegtoveren? Ja, doe maar. Hey! Oh. Dank u wel. Dank jullie wel. Dames en heren, het is alweer tijd voor een korte pauze. Ja, begeeft u zich alsjeblieft zometeen naar het atrium en pak lekker een hapje of een drankje of allebei. Doe lekker een wijntje met de meiden. Dames en heren, wij zijn nu over een half uur terug.
sta ik dan als vrouw, alleen, zonder mannen, onafhankelijk. En dat gaat eigenlijk best goed, toch? Waarom zou je überhaupt mannen nodig hebben voor het presenteren van de Glamour Night? In de afgelopen politieke campagne werd weer gepleit voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zouden namelijk nog steeds minder waardig zijn dan mannen. Zo zouden zij bijvoorbeeld voor hetzelfde werk minder betaald krijgen. Maar is dit wel zo? Of is het meer een soort groter complot waarin de vrouwen de mannen hebben laten denken dat ze nog altijd minder waardig zijn, maar de rollen eigenlijk al omgedraaid zijn? Het klinkt een beetje vaag, maar in de volgende act wordt het allemaal duidelijk. Dat beloof ik. Jorn, Duke en Sophie zingen en acteren in de volgende act. Jorn zingt Engels en Duke Nederlands. Ze worden begeleid door Ron Dames op de piano, Martijn Koper op de bas en Kiki op de drums. Dames en heren! Geef ze een groot applaus. Ze nemen het over met Inconvenient Trut. Zo, heb je het haar gezien van nummertje 36 van GroenLinks? Alsjeblieft, Tere. Nou, bedankt. Hey, wat krijg je van me? Nee hoor, laat maar zitten. Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik een promotie krijg. Oh joh. Belangrijkere baan. 2 salarisschalen omhoog. Zo, gefeliciteerd. Nou, proost erop dan, hè. En hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Ik heb nog een dagje ouderschapsverlof genomen. Nu Marieke fulltime is gaan werken, heb ik wat meer tijd voor de was en de strijk. En je weet wel. Oh ja, ja, klinkt interessant. Nou, geniet van je verlof dan. Zeg, ik denk dat ik er maar weer eens vandoor ga. Oh, hey, zal ik je ons even naar huis brengen? Nee hoor, ik red me wel. Maken jullie het niet te laat? Nee hoor. Zullen we niet doen. Jezus, Jorn. Hoe heeft het zover met ons kunnen komen, joh? Met ons. Bedoel je niet met jou? Zal ik je even naar huis brengen? Ja, nee, dat is waar. Jij hebt zeker allemaal fantastisch voor elkaar, hè? Zeker, Jorn? Hé? Ik neem een dagje extra verlof voor de was en de strijk. Je weet wel. Jongen, wat een armoede. Marieke en ik delen het huishouden, dat heet emancipatie. Emancipatie? Hey, vrouwenspatie zullen we bedoelen. Je hebt het niet door, Jorn, maar Marieke winkt jou langzaam en zeker het om de vinger. En die van mij? Die van mij is vandoor met een jonger exemplaar. Hey, en wie denkt dat het huis uit moet? Wie denkt dat het huis uit moet? Ik moet het huis uit. Dat bedoelen ze zeker tegenwoordig met het huishouden. Waren dat niet onze taken? Vroeger? Kutwijven! Weet je wat? Je hebt gelijk. Ze nemen het allemaal over. Marieke en Saskia. Nee joh. Het is groter dan dat. Het is een complot. Huh? Kijk, gaan we eens naar buiten, naar een willekeurige bouwmarkt. Daar werken tegenwoordig alleen nog maar vrouwen. Dat was ons terrein. Ze staan je gewoon mee ware glimlach uit te leggen hoe een slijptol werkt. Maar je gaat gewoon niet bij de kruiden lopen uitleggen hoe je een tampon in moet brengen. Weet je wat? Je hebt gelijk. Ja. Ik stond pas langs de snelweg. Dus ik dacht, wegenwacht bellen. Komt zo'n dikke vent aan met roos op zijn schouders. Ja. Ik dus bellen. Duurde best wel lang. Komt zo'n busje aan. Dus stapt er opeens een vrouw met een blonde paardenstaart uit. Oh nee. Vind ik zo met één hand omdraai mijn auto. Maar je staat wel langs de snelweg. Iedereen ziet het! Ze neemt het over, Jorn. Ze neemt het over. Wacht eens even. Zitten wij nu gewoon aan de Prosecco? Gadverdamme! Jongen, wat een uilenzeik! Wat een wijze vis! Exactly where we stood. God created man and wife, and everything was good. Maandagmiddag 2:30, ik was de laatste mand. Dan nog snel de bedden langs en het huis is weer aan kant.
flew to the moon and back, fought side by side in numb. Invented guns and Cadillacs and kept all women dumb. Ik mag vandaag één eierkoek, maar rook een sigaret. Gooi hem halverwege weg, want anders ruikt ze het. And then there were the 70s, they demanded to be free. And nagging on for female rights, changing all that used to be. Hier sta ik dan, ik ben een man, waarom voelt het dan niet zo? Cause in the new millennium, all manhood had to go. Oh, we gave them what they wanted, it's an inconvenient truth, we zijn veranderd. No one wonder, dan zei ook right after Ruth. After years and years of fighting, they have won and set us back, the man werd halfvrouw. Somewhere, somehow, verruilden we van plek. I want my manhood back. Ik heb wel twee wijven, zo is dit wat het ons bracht. Wat is er dan nog over van het sterkere geslacht? Look and see what you have done, you're an inconvenient threat. Alles wat erover blijft is de man als kop van je. There's no excuse, it is too late. Look and see what we've become. Oh, we gave them what they wanted. It's an inconvenient truth, we zijn veranderd. No one wondered. Dan zei Oprah after Ruth. After years and years of fighting, they have won and set us back. En is de rijkste man op aarde. A woman and she's black. Oh, please, bloody, bloody, do. De balans tussen ons is volkomen verstoord. Jullie hebben geluisterd, maar de vraag niet gehoord. Kijk eens goed naar jezelf en wat vind je ervan? Want we wilden wel meer vrouw, maar niet minder man. We zouden wel willen, maar we kunnen niet terug. De man ligt verslagen, gehars op zijn rug. Een zand voor verwater, de testosteron. We willen wel putten, maar uit welke bron? De mannelijkheid terug met de trots van een pauw. Maar waar zit de rek in de trots van een vrouw? Raak ons, vermaak ons, verzorg ons totaal. Geef ons, beleef ons en vind ons speciaal. Laat de mist in je los, wees gewoon weer de vent. Zoals de vrouw van de man tot voor kort was gewend. Gooi je was in de hoek, je sokken los in de la. Loop niet langer je hoofd, maar je lul achterna. Raak ons. Vermaak ons, verzorg ons totaal. Geef ons, beleef ons en vind ons speciaal. Bijt ons, begrijp ons, verzorg ons totaal. Ken ons, verwend ons en vind ons speciaal. Dus ik laat nu ons de man met nog één vraag tot besluit. Als wij de broek weer aandoen, doen jullie hem dan? Met haar broertje Daan, toen als Noor en Bro. Ze mochten zelfs door naar Cool Talent, waar ze de sterren van de hemel speelden. Ja, we hadden
hadden het er bij de gezusters Becker al over dat het zo bijzonder is om twee slimme kinderen op school te hebben hier. De familie Vetterman doet het nog net ietsje beter. Die hebben namelijk drie kinderen op het corner. Chris zit hier namelijk ook in de brugklasse. Samen vormen ze Daan, Chris en Sis. En vanavond spelen ze nummer Tears in Heaven van Eric Clapton. Dit nummer staat jaarlijks erg hoog in de top 2000. Afgelopen jaar wel op nummer 83. Dames en heren, geef een grote applaus. Hier zijn Daan, Chris en Sis met Tears in Heaven. So
voor een dansact. Deze dames stonden hier vorig jaar ook al met de naam 22 Feet. Nou, dames en heren, ze zijn weer terug. Ja, en dit keer danst hun grootste fan mee, namelijk... Daar komen ze zelf achter. Oh, ja. Dames, nemen jullie mee op een reis door de tijd. Dit natuurlijk omdat het jubileumjaar is van de Glamour Night. Ze beginnen ergens in de 50's en eindigen in het heden. Dit is helaas de laatste keer dat u van 22 Feet genieten kan. De dames zitten namelijk allemaal in hun eindexamenjaar. Dus tenzij ze zakken... Ja, geef ze een daverend applaus. Hier is 22 Feet. Yeah.
Marieke Nauws kan niet alleen heel goed zingen, ze is ook nog eens erg creatief. Sinds ongeveer een halfjaartje schrijft ze haar eigen liedjes. En vanavond staat ze hier voor u met een zelfgeschreven nummer. Ja, Marieke gaat door onder de artiestennaam Starling. Dit omdat Marieke Nauws nou niet echt super internationaal klinkt, mocht ze ooit doorbreken. Ze zingt het zelfgeschreven nummer Flying voor u. Wat wel frappant is, want ze heeft hoogtevrees. En daarom vinden wij het extra knap dat ze op dit zo hoog podium durft te staan. Dames en heren, geef haar een groot applaus. Hier Starling, a.k.a. Marieke met Flying. Na deze act bent u waarschijnlijk heerlijk zen geworden. We kunnen u alleen wel één ding vertellen. Daar gaat verandering in komen.
Waarschuwing, de volgende act is niet geschikt voor zwangere vrouwen, mensen met hartproblemen of watjes. De volgende act is namelijk brutal metal. Dames en heren, even zonder grappen, het gaat er heel hard aan toe en er knipperen heel veel lichten, dus mensen met epilepsie kunnen misschien beter jezelf laten. Ja, en voor oudere mensen met gehoorapparaat is het misschien verstandig om die even uit te zetten, want het gaat echt knijterhard. Meneer Dijkhuizen stond hier al eerder met zo'n act, maar dit jaar heeft hij Sam meegenomen om met hem te gaan zingen. Nou ja, zingen is misschien niet helemaal het juiste woord. Nou ja goed, ze worden begeleid door Norbert op de gitaar, Floor op de bas en Adriaan achter de drums. Dames en heren, hier zijn Clear Minds met BYOB. Oh, en dat staat trouwens voor Bring Your Own Bombs. Desert glowing up the
they always hit the poor? Why do they always hit the poor? Why do they always hit the poor? They always hit the poor. They always hit the poor. Soms is het leven great en soms zit het tegen. Daar zingen deze volgende vierde klassers over in een lied geschreven door Marieke. Ja, Marieke schreef het nummer heel erg toepasselijk tijdens het maken van haar wiskundehuiswerk. Wat we natuurlijk op het Cornet allemaal altijd super braaf doen. Marieke. Astrid. Meerte. Meerte. Dat zeg je net. Ja, maar het zijn zeg maar twee Meertes. Het is echt super verwarrend, ik weet. Oké. Okay. Nou ja, goed. Zij worden begeleid door Adriaan op de ukulele. Je weet wel, die jongen die u net hier op de drum zag losgaan, die staat nu heel schattig op de ukulele te spelen. En Tess achter de piano. Dames en heren, hier zijn de ukulelekers met Life is Great. Weet je, Meerte, het komt allemaal goed. Neem bijvoorbeeld een rozijn. Want ook al ben je klein, je bent altijd groter dan de gemiddelde rozijn. En ook al ben je oud en bijna van je leven beroofd, je hebt altijd minder rimpels dan een rozijn op je hoofd. Oh, wat fijn om in de buurt van een rozijn te zijn. Oh, het leven is fijn, maar het leven is soms als een verschrompelde rozijn. Niet allemaal rozijnen zijn. Oh, het leven is fijn,
Bjorn? Bjorn? Hm? Wat is de volgende act? Wat zei je? Ja, sorry, dan moet je gewoon wat harder praten of hierheen komen. Ben jij duf of zo? Wat is de volgende act? Oh, de volgende act. Dat is duf. Duf? Ja, dat betekent doof in het Noors. Oh, die met veeën. Ja, ja, ja. Oh. Ja, het is een hele toepasselijke act als je toevallig, nou ja, zo onderweg bent naar die oh zo vervelende schoonmoeder. Of naar die wiskundetoets waar je sowieso onvoldoende voor gedalen. Dan kan je maar aan één lied denken. Highway to Hell. Van AC/DC. Precies. Ja, de zangeres van het nummer, Faye, doet echt al voor de zoveelste keer mee aan de Remmernight. Maar ze wordt dit keer begeleid door Rick op de gitaar, Norbert op de gitaar, Adriaan zien we weer als vanouds terug op de drums, en Maarten op het keyboard. Dames en heren, geef ze een heel groot applaus. Hier is Duf met Highway to Hell. Thank you.
Dames en heren, het is weer tijd voor een oude schoolband. Deze oud-leerlingen deden omstreeks 2006 eindexamen. Maar speciaal voor u zijn ze weer terug. Ze spelen twee nummers voor u. Het nummer Higher Ground en Bad Girls. Wat natuurlijk super toepasselijk is, want we hebben super veel bad girls op het corner. Dames en heren, geef ze een heel hard applaus. Nog even wachten, jongens. Keep on learning. Soldiers, keep on working.
in school if your pocket's tight, but you want a good time. You better ask yourself who they are, like anybody else. They come from Liverpool. Bad girl, talking about the sad girl, yeah. Sad girl, talking about bad. Ukuleles zijn erg in het jaar, want het is alweer tijd voor de derde ukulele-act vanavond. Nona zingt het nummer Birds, gelukkig niet die van Anouk, maar die van Chef Special. Ze begeleidt zichzelf dus op de ukulele. Nona is zelf erg fan van Chef Special. Ze is al naar meerdere concerten geweest. Dames en heren, we hopen dat u zult genieten van alweer de op één na laatste act van de avond. Hier is Nona met Birds.
wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and stop whistling. 'Cause they know things that I don't know. Seven of them sitting on their wall, staring at my lost soul and fly away. Too close to the window, I'm looking for some info. Can I trust Google Maps' photographs? What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? What does that to get old, like making love and alcohol, or the track you wrote that made them all dance on the dancing floor? Oh, but the dancing floor, it ends at four, when all the dancing people have to go, and there's nothing left for you to roll then home. The sun don't shine at night, oh no it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone. Is it alright if all these words don't mean nothing at all? I wish I was from a broken home to explain the facts I'm cold and alone. But my family's golden soul, it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is wet. 'Cause it ain't sink what we deserve and get. And I think that we should work on that. Sunday evening and Monday's eager to kill me like it did last week. And I'm not the girl you think you need. I wish that you'd stop missing me, and please stop distinguishing you and I, for we are the same, and you're in my mind. But rain replaces snow, and I just hate that, you know. The sun don't shine at night, oh no it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone. Is it alright if all these words don't mean nothing at all? Dames en heren, het is zover. De laatste act van de avond. Het doet pijn, we weten het. Maar we save the best for last, namelijk de huidige schoolband. Ze gaan vanavond ook weer een lekker nummertje voor jullie spelen, namelijk Living on a Prayer van Bon Jovi. Geef ze nog één keer een daverend applaus, de schoolband. De basgitaar heeft geen geluid.
underdogs. Union's been on strike, he's down on his luck, he's stuck. So tough. Gina works it down all day. She works for her man, she brings home her pay for love. That we gotta hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's a loud one. No, we'll give it a shot. Whoa, I'm halfway there. Yeah, living on a prayer. Take my hands, we won't make it elsewhere. Yeah, living on a prayer. Dit was het alweer, de Glamour Night. Ja, we willen graag nog even wat mensen bedanken, dus we willen even de programmacommissie en Matthijs even op het podium roepen. Kom maar, jongens. Even jullie allemaal. Dus, ja. Nou, mag hier allemaal weer uit. Ja, is goed zo. Allemaal. Wow, monitor. Na een fantastische show, as always, maar dit keer ook weer, moeten we ook nog een aantal mensen bedanken. Te beginnen met Logistiek en Creatief, onze mede-organisatoren. Een applaus.
Nou hebben wij het net niet helemaal alleen gedaan. We hebben ook begeleiding gehad van een aantal docenten. Voor ons was dat mevrouw Schaafveld, mevrouw Nagelmaker en mevrouw Luma Jeng en meneer Oosterom. Goed zo, wow, ik zei het goed. Gisteren ging dit heel erg fout. Logistiek heeft ook nog hulp gehad van Tijmen en mevrouw Van der Jacht. En dan hebben we nog op film meneer Gillissen en fotografie hiervoor. Even opstaan, even opstaan. Verder hebben wij nog onze grote held, Michael. Michael, kan je even komen? Ik weet niet waar je bent, maar hier. En dan hebben we nog de techniek, maar aangezien Matthijs daar de hoofd van is, wil hij daar zelf een praatje over houden. Ja, ik kan het toch niet laten. Ik wil even in het kort snel alle techniekleden bedanken. We hadden achter het licht hadden we Max en Lisette, achter de spots. Achter de spots Jente en Lucas. Backstage hadden we Gijs, Saskia, Emma en... Jent. En het geluid was gebruikt door Jari, die niveau staat, en ikzelf. Ik wil nog even graag dit momentje nemen om de hele groep te bedanken. Dit is mijn laatste show hier op het Corner, in ieder geval als leerling. Na 7 jaar hier toch wel meegespeeld of meegewerkt te hebben. We hebben hier een ongelooflijk leuke groep en hoewel het een overgangsjaar is waarin het voor het eerst door leerlingen wordt georganiseerd, hebben we een super toffe avond neer kunnen zetten. Mede dankzij onze geweldige programmacommissie die dit programma hebben samengesteld en de regie in handen hebben genomen. Ongelooflijk applaus voor deze toffe groep mensen. En dan nog iets waarin ik gisteren heel erg faalde. Gisteren vergat ik de presentatie te bedanken. Ik heb de rest van het weekend om de 10 minuten ongeveer gehoord, wanneer ga je me bedanken? Dus presentatie, Jorn en Emma. Ja, en dan natuurlijk de geweldige artiesten en dan gaan we nog weer een keer zingen. Ah, sorry. Vergat ik gisteren ook al, maar toen... Wat mooi. De schoolleiding kan niet vaak genoeg worden vergeten. En zeker niet op een avond als deze. Terecht zei Jens net al, het 25e jaar is een bijzonder jaar. Namelijk een jaar waarin de leerlingen veel en veel meer verantwoordelijkheid hebben genomen en gekregen dan in de jaren hiervoor. En dat hebben ze fantastisch gedaan. Wat mij betreft nog één keihard applaus voor ze. En Emma en Jorn, ik zal jullie niet vergeten, ik was buitengemeen onder indruk van hoe jullie hier eventjes zo improviserend en de teksten allemaal zelf geschreven hier stonden. Dus toi, top, top, top. Heel goed. En dan hebben we als goed is ook nog een aantal bosbloemen. Kijk, daar liggen ze. Jongens en meiden allemaal, jullie hebben ontzettend goed je best gedaan. Maar je begrijpt, zo'n arm lastige school als deze kan niet iedereen een bosbloemen geven. Dus ik kies maar gewoon één leerling uit. Eentje waar we afscheid van gaan nemen. Althans, het hoopste zelf natuurlijk. We hebben een aantal schoolbands vandaag gezien. De schoolbed van vandaag heeft u Noortje Vletterman voor het laatst zien overtreden. Daar is ze. Tiamo staat er op de t-shirt. Nou, wij houden ook van jou. En dat durf ik wel te zeggen. Ik heb Noortje de hele week overal gezien, want ze heeft een cd gemaakt, dus dat moet overal gepromoot. Verkoop je hem vandaag ook? Of niet? Nou, dat kan wel. Kan wel. Ja.
bijzonder onder de indruk. En met jou, met deze bos, bedank ik alle talenten achter je. En dan heb ik nog 9 bossen, want het waren 9 leerlingen die keihard getrokken en gewerkt hebben aan deze productie. En dan echt ook aan alles, hè. Ze waren wat bescheiden, maar het hele decor erachter, de lampen hebben ze allemaal opgehangen. De techniek daarboven wordt allemaal door leerlingen gedaan. De drankjes die uitgeschonken krijgt, allemaal door leerlingen. Ik kan ze allemaal niet opnoemen of ze hebben er hard aan gewerkt. Dus nog 1 applaus voor Melissa, Vivian, Jens, Rick, Amber, Floris, Robin, Alexandra en Matthijs. En die krijgen we allemaal noemen. Dus de Glamour Night niet overleefd, maar gaat lukken, kijk eens. Nou, nog 1 dagelijks applaus en dan mogen jullie weer zingen. Applaus!